Leuk dat je luistert naar nergens een ding van maken en ik wil het hebben over emoties. En er is heel veel over te zeggen, maar laten we eens even gaan kijken of we er op een andere manier naar kunnen kijken. Anders in de zin van. op het psychologische niveau. Maar laten we eerst eens even kijken. wat is nou eigenlijk een emotie? Uh, het woord komt uit het Latijn. ex movere, naar buiten bewegen. Het is een respons, zou je kunnen zeggen. Het is een reactie die. van binnenuit naar buiten gaat. En het, nu lijkt het erop dat een emotie wordt opgeroepen door iets van buitenaf. Dus door een ander, een ander zegt of doet iets, of jij bent ergens in een situatie en daar gebeurt iets en dat roept bij jou een emotie op. En je denkt dat het komt door die ander of door die situatie of door die omstandigheid. Je denkt dat het opgeroepen wordt door iets buiten jezelf. Maar dat is een illusie. Het is een projectie. Je denkt ja, door, die, door dat van die ander, of door die situatie, of doordat er nu dat met mij gebeurt, voel ik opeens van alles. En dat komt door buiten. En dat is de grote misvatting want het is jouw emotie en niets kan van buiten komen. Niets komt van buiten tot jou en jij reageert daar dan vervolgens op. Alsof er buiten een actie plaatsvindt en jij daar reactie op geeft. Het actie reactie Principe eh, wordt in de droom uit elkaar getrokken als zijn de twee verschillende dingen en dan ook van twee verschillende richtingen of kanten. Er is een actie en er is een soort tegenbeweging en dat is een reactie. Of je denkt er is een reactie en die reactie is dan ook weer een actie. Dus die reactie is dan weer een actie die volgt op een andere actie. En zo lijkt er een beweging naar buiten te zijn en lijkt er daarmee als het ware een hele buitenwereld te ontstaan. En dat is precies de bedoeling van wat jij daarmee beoogt. Want je wil iets naar buiten gooien omdat je er van af wilt. Dus, uh, en dan vervolgens vergeet je dat het van jou is. Dus je, je spuwt je gal, je. Uit je klaagzangen, um, je frustraties komen eruit. Hè? Dus door woede spuug je je gal, als het ware. Um, je razernij, je, je, je onvrede en door je verdriet um, wil je dat recht doen aan. aan dat je klagen werkelijk is. En het zijn allemaal manieren om. recht te doen. aan. jouw innerlijke. toestand die. verstoord is in vrede. Uh, je probeert als het ware de balans. In jezelf of de harmonie in jezelf weer te herstellen. Dus emoties zijn bewegingen vanuit een disharmonie of vanuit een verstoring van de innerlijke vrede. En op het moment dat je daar de wereld of de, een buiten de schuld van gaat geven. Dan blijf je erin hangen. Dan zit je erin vast. En dan word je als het ware ook bang voor je emoties. Want je hebt het immers uh, buiten jezelf gelegd. Je, bent, je hebt het idee aanvaard dat, jij, dat jouw innerlijke vrede verstoord kan worden door dingen van buitenaf. En daarmee heb je het buitenaf. Tot een gevaar gemaakt of een mogelijke stoorzender. Maar. En daarmee heb je eigenlijk je verantwoordelijkheid weggegeven. Je hebt jezelf tot slachtoffer gemaakt. En daardoor ben je ook bang geworden voor jouw innerlijke onvrede. En dan vervolgens probeer je ook weer die emoties te controleren, omdat je daar ook weer allerlei oordelen over hebt voor je over jouw eigen reacties. Je vindt dat bepaalde reacties eigenlijk niet geoorloofd zijn, zowel bij jezelf niet als bij de ander niet. Dus je vindt dat de ander niet mag klagen, niet mag uh, stampvoeten, niet boos mag worden, niet agressief mag worden. En datzelfde denk je ook over jezelf. Dus Eigenlijk aanvaar je je onvrede niet, maar je kunt het toch niet laten om deze zo nu en dan te uiten. Omdat het je zo hoog zit, omdat je zoveel, met zoveel innerlijke onvrede zit. En die innerlijke onvrede is niets anders dan een conflict in jezelf. En op het moment dat je gaat erkennen dat je daar niet de ander of de wereld de schuld van kunt geven, dan begint de genezing. Dus ga dan niet denken, oh mijn emoties mogen er niet zijn. Dat is verkeerd, als ze er zijn, dan zijn ze er, maar zie ze voor wat ze zijn. Ze zijn een uiting van een toestand van innerlijke onvrede. Nou ga dan naar die innerlijke onvrede en ga onderzoeken waar het conflict zit in jezelf. Waar ben jij niet mee in vrede? En je emoties zijn dan een soort uh, wegwijzers die jou kunnen laten zien waar jij niet mee in vrede bent. En heel vaak, of zeg maar misschien wel bijna altijd, is dat dat je in onmin leeft met, met een bepaalde of met meerdere overtuigingen van jezelf. En. Je bent eigenlijk in conflict met iets wat niet waar is. Jij gelooft in iets en dat klopt niet en daardoor ben je ermee in conflict. En emoties zijn een uiting van dat conflict, van dat in onmin zijn met een overtuiging in jezelf. Met uh, geloven in wat niet waar is. Dat geeft altijd conflict. Omdat jij waarheid bent, de waarheid is nog steeds in jou en daar val je mee samen en daar is harmonie. Maar zodra jij iets in jouw geest binnenlaat wat niet waar is, ontstaat er een conflict. Een conflict omdat zowel waarheid als onwaarheid in jouw geest zich dan in jouw geest bevinden en die twee die matchen niet. Nou is het niet zo dat de waarheid vecht met de illusie. Dat de waarheid vecht tegen jouw onware overtuigingen. Nee, waarheid vecht niet. Maar jouw onware overtuigingen vechten wel tegen de waarheid. Dat moeten ze wel doen. Uh, want ze moeten overeind blijven. Dus ze ontkennen de waarheid, wat ook een vorm van vechten is. Ze uh, drukken de waarheid weg, wat ook een vorm van vechten is. En toch heel veel energie kost. Want de waarheid moet verdrongen worden. Omdat anders de overtuiging niet kan blijven bestaan. Omdat ze niet beide kunnen blijven bestaan. En de waarheid, als je die zou toelaten, zou die de illusie meteen opl doen oplossen. Dus waarheid vecht niet, maar de illusie is altijd aan het vechten om zichzelf te bestendigen en overeind te houden. Een overtuiging is aan het overtuigen. En waarom is dat nodig? Omdat hij weet dat hij niet waar is. Daarom heeft hij overtuiging en, oftewel, gevecht nodig. En waarheid is stil en wacht en is. En is gewoon wat ze is. En op het moment dat er dus onwaarheid in jouw geest wordt binnengelaten, dan um, roept dat conflict op en dat conflict leidt tot emoties. En soms zijn die emoties worden die onderdrukt en lijk je niks te voelen. Misschien voel je hooguit zware vermoeidheid of gevoelens van depressiviteit of gevoelens van verveling of leegte. Of je voelt dat je een vluchtneiging hebt, dat je dus als het ware aan het weglopen bent voor dat conflict in je geest. Dat zijn allemaal symptomen die nog die, die manieren zijn om de emotie die er werkelijk ligt, te onderdrukken. En op een gegeven moment het is dan, wordt de druk te hoog en lukt het niet meer om dat te onderdrukken. De, 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 de kracht van het conflict wordt te hevig en dan opeens krijg je een uitbarsting. En die emotie is dan een soort uitbarsting van nu kan ik het conflict niet meer verdragen. Dus nu komt er een huil bij of nu komt er een woedeaanval of nu eh, komt er een, een paniek, dus er komt een angst opzetten die ik niet meer kan onderdrukken en dat zijn dan emoties. Nou, dan zou ik zeggen als dat gebeurt, laat het gebeuren, want het is de druk moet van de ketel en het is niet meer te stoppen. Hè? Emoties hebben ook een enorme kracht. Je zou ze kunnen zien als, als golven in de zee. Die klappen, die hebben een maximum. En dan slaan ze weer om. En dat is met een emotie ook. Het schijnt dat die maar anderhalve minuut duurt. Dus laat die anderhalve minuut maar duren. Laat de golf maar omslaan. En um, de druk moet van de ketel. En dan is het de uitnodiging om te gaan kijken van... Hey, wat speelt er in mij? Wat houd ik voor waar wat eigenlijk een illusie is? En zo kan je weer in innerlijke vrede komen, kan het conflict zich oplossen. Dus wijs je emoties niet af, maar ga ze zien voor wat ze zijn. En als je dat kunt, dan kun je daar ook de ander in laten. Want dan zie je ook wat ze, dat ze voor de ander precies hetzelfde zijn als voor jou. En dat ze eigenlijk een vorm van onmacht zijn, omdat je het conflict, of de ander, of jij het conflict in jezelf niet meer kunt verdragen. Dus um, nou ja, er is nog heel veel over te zeggen, maar voor nu laat ik het even hierbij. Dankjewel voor het luisteren.